deze problemen waren ook heel erg te voorspellen. Vorig jaar heeft Tennet ook een voorspelling gedaan. We hebben 100 miljard nodig voor de uitbreiding van ons stroomnet. Als we iedereen een Tesla laten rijden, als iedereen een elektrische kookplaat moet hebben, een elektrische verwarming in huis, dan heb je een hele grote uitbreiding van het stroomnet nodig. En dat hebben ze niet gedaan. Daarom hebben ze erop aan laten komen dat die dat net vol raakt, zodat nu de regie weg kan gaan van gemeenten en provincies naar het Rijk, zodat het Rijk op nationaal niveau kan bepalen waar al die parken moeten gaan komen. Ja, als je nou kijkt naar zo'n warmtepomp, hè, bijvoorbeeld, die zijn hartstikke duur. Hoe kunnen mensen dat betalen? Niet. Mensen kunnen dat niet betalen. Er komen gewoon hele nare dwangmaatregelen. Keer op keer, iedere week bedenken ze weer iets nieuws, om mensen deze energietransitie in te duwen. Maar het enige gevolg hiervan is niet dat de wereld gered wordt, maar dat mensen heel veel geld gaan betalen en dat mensen heel erg arm gaan worden. Ja. Het heeft ook zo zijn voordelen. We worden op deze wijze minder afhankelijk van bijvoorbeeld Russisch gas en olie uit het Midden-Oosten. Ja, er zijn meerdere dingen over te zeggen. Eén, waren we al voor een heel groot deel onafhankelijk van Russisch gas, want we hadden gewoon ons eigen gas. We kunnen de Groningers ruimhartig compenseren en dan die 1000 miljard die daar nog onder de grond zit ten goede laten komen aan de Nederlandse welvaart. Maar ten tweede maken we ons afhankelijk van weer andere landen. Bijvoorbeeld al die materialen voor die zonnepanelen en windmolens, die komen uit China. En dat is een grootmacht waar we toch ook best wel een sceptische houding naartoe mogen hebben. Ik zat ook te denken, gaat de regering ons daar met de post een wekkertje sturen wat we dan in de douche moeten zetten? En dat je dan 5 minuten gedoucht hebt. En dat is wel een goed idee. Ja, dat een signaal afgaat met het stemmetje van Mark Rutte. U heeft nog 5 minuten. Wat er wel gaat gebeuren, is dat je allemaal slimme meters krijgt. Dus die gaan dan bepalen van, waarschijnlijk douche jij veel. En dan zullen daar consequenties aan moeten gaan worden. Maar waar bemoeien ze zich mee? Ik mag toch zelf nog wel bepalen hoe lang ik douche? Nog wel. Er zijn dagen dat ik gewoon eens wat langer wil douchen. Dan voel ik me vies. Dan is het 30 graden geweest. Ja, maar weet je wel hoeveel natuur en milieu en klimaatschade jij daarmee hebt? Ik in mijn eentje? Ja, jij. Ja, vooral jij in je eentje. Ja. Ja. Okay, duidelijk. Goed, begrijp.